Nou is hij weer weg. Oh, daar heb ik een kaartje. Rijka die gaat er achteraan, hè? Dat wil ik niet. Rijka heeft geen vleugeltjes. Ik kan wel een gras eten. Hallo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Bezemboel. Hè, kom er even niet uit. Ik moet dat nog even weghalen. Ik ben wat vergeten. Hallo. Het is vandaag uiteraard zondag. Eerste Pinksterdag. En we leven alweer reeds om 16 minuten over 4. En het is de 19e van de 5e 2024. Reden waarom ik zo laat ben. Nou, ik heb mijn feestkleding weer aan, maar ik kan mijn sieraden nergens vinden. En daar ben ik zo verdrietig en boos om. Het enige wat ik heb gevonden, en dat lag hier gewoon nog steeds op mijn bureau. Dat is deze armband, die brede. Maar mijn eye-collier, mijn oorbellen, al die glinsteringetjes. De aardbodem verdwenen. En ik kan me niet herinneren dat ik het naar boven heb gedaan of wat dan ook. Het lag iedere keer op mijn bureau en het is weg. Ik kan het niet vinden, al is het nog zo. Ja. Ik heb overal gekeken, ik heb in de laadjes gekeken van mijn bureau en ik kan ze niet vinden. Nee, ik kan ze niet vinden. Maar ja, ik blijf zoeken. We gaan er gewoon mee door en dan komt het allemaal wel weer goed. Dat moet ik even aanklikken en dat moet ik aanklikken, oftewel wegklikken. Maar ik wens jullie wel en allemaal een hele fijne Pinksterdag toe. Verder nog wat er van deze dag resteert. Jullie kunnen er hard op zijn naar een camping toe of weet ik veel wat. Geniet van alles met wat jullie doen. En geniet gewoon ook een beetje mee. En ik hoop dat ik bij het tweede filmpje mijn goede sieraden erbij om heb in plaats van mijn dierbaren. Ja. Want die horen hier niet bij. Nee. En deze horen er ook niet bij. Nee. Dus we gaan gewoon verder zoeken. En de hondjes uitlaten. En als ik dat gedaan heb, kom ik wel weer retour. Ze zeggen, geniet. En geniet een beetje mee. Tot later. Nou, lieve vrienden. De trotse mama en de trotse papa. Er zijn jonkies. Ik heb er net al een rood snaveltje gezien. Maar ja, het ligt allemaal onder mama heen. Ja. Ik vind dit schitterend. Ik zag het net wat bewegen. Maar ja, er zijn jongetjes in een bootje, in een blubberbootje. Die moesten het natuurlijk het geluk van die beestjes weer storen. En dan hou je dat, hè. Ik heb ook de dames bij me. Maar ja, ze hebben waarschijnlijk nog nooit gehoord dat je zoeksoort niet mag storen. En dat deden ze wel. Dames, kom hier. Nou, ik hoop dat als ze straks terugkomen dat ik ze weer zie. En dat ik er een vlugge bij ben. Ik vind het zo mooi. Ja, we gaan zo door.
papa is aan het eten halen. Maar waar weet ik niet. Maar ja, ik moet ook om andere dingen denken, want dat krijgen we ook. En dat zullen jullie ook even laten zien. Dan moet ik het even weer tegenkomen. Ik zal jullie uitzoomen. Zo. Even de dames korter houden. Want ik moet er zelf ook nog om denken. Ja, nou hier hebben we het al. Hier, kom terug. Terug. Ik zeg terug. Ik weet niet of jullie het al zien. Ja, ik sta zelf ook in de weg. Hier, eruit. Eruit, zeg ik. Nou, dat is grasaar. Wat jullie daar zien is grasaar. En dat is gevaarlijk voor je dieren. In het algemeen katten, honden, alle dieren. Ook voor de vogeltjes. Dat is dat brede blad en dan komt er een... Ja, daar werden we vroeger als meisjes zijnde op school mee gepest. Dan kregen we dat van de jongens in ons kleding of in ons haar. En ik krijg het heel moeilijk uit. Ja, dus dat dus. Maar dat is prilgeluk. Dus ja. We gaan verder, lieve vrienden. Ik hou jullie op de hoogte van het rijden en het zeilen. Ja. En ik heb hou een keer met die meiden nu. Dus ja, dat dus. We gaan die kant op en we komen er vanzelf wel weer terug. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Hoedelief. Twee hele kleintjes. Hoedelief. Ik zie er dus maar twee, maar de rest is, weet ik niet. Oké, ja, er zit er nog eentje bij mama daar ook. Aan de rechterkant van, rechts van mama. Oh, wat mooi. Kijk, dat zijn er in ieder geval al drie, waar de rest is. Ik geloof dat ze er 6 eitjes had gelegd. Wat ik geteld had. Dus moeten we nog 3 leven. Oh, wat een poepie. En er wordt aan mijn rollator getrokken door de meiden. Hou nou eens op. Waar ben ik nou? Dat is hier vlakbij. De sirene. Mooi. Even hier een stukje uitzoomen. Denk om je kindjes, hè. Ja, je bent een trotse mama, hè. Je bent een trotse mama, hè. Je bent een trotse mama. Ja, denk er maar om. Zijn jonkies. Oh, hou ze bij je, want ik ga het staan daar al later. Maar ik kom nooit bij ze in de buurt. Altijd op afstand. Nee, moet je niet doen. Want dan worden ze bang, hè. Je hoort mama toch roepen? Ja. Van ga weg, donder op. Nee jongen. Ja. Ik loop hier elke dag. Ja. En de eerste 2 keren deed ze dit. Ja. En vanochtend liep en daarna nooit meer. Oh. En vanochtend liep ik hier weer en toen deed ze het weer. Ja, jonkies. Zijn vandaag. Als ze uitgekomen zijn, dan wordt het moederinstinct wat sterker. Ja, leuk hè. Ik vind het zo mooi, zo bijzonder. Dat is dus weer de natuur, hè? Ja.
Nou, maar opletten dat die rotmeeuwen zijn pakken niet doen. Ja, daarom, nou, die worden wel weggejaagd. En wat denk je van de ratten? Ja. Maar zover ik weet heb ik 6 eitjes geteld. Oh, oké. Okay. Je zwemt hier ook een zeehond. Ja. Die vreet zaterdag. Ja. Die trekt zo'n heel vogeltje naar beneden. Ja, daarom. Een volwassen vogel pakt hij, in één keer. Ja. Het is bizar. Ja. Ja, ik zag nog meer. Zie je nou zo gewend? Ja. Ja, hun komen er ook niet bij. Ik wil het niet hebben. Maar ja, lieve vrienden, ik stop er weer mee. Ik ga naar huis. Een bakje koffie. Daar heb ik wel zin in. Ja, daarom. Nou, tot later. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, ik ben weer thuis. En dat was leuk, hè? Die kleine, donzige kuikentjes. Ja. Maar ja, ik heb de deur hier op een kier, want... Even mag er niemand buiten, ook kan wel of even niet. Want ik had er net weer musjes. Hoe ze er nog zijn, weet ik niet. Maar ook die musjes, dat vind ik lief. Musjes in de tuin of een ander lief klein vogeltje. Nee, ze zijn weg. Ik hoor nog wel gechillen. Ja, nou, moet jij naar buiten? Doe er maar. Hoppata. Ja, en dan komt de kat naar buiten, maar dat is geen vogelvanger. Haha. Nou is die weer weg. Oh, daar heb ik nog een taartje. Rijka die gaat er achteraan, hè? Dat wil ik niet. Rijka heeft geen vleugeltjes. Ik kan wel een gras te eten. Ja, en daarom geeft die iedere keer 's nachts over. Die zit daar tussendoor. En wat moet jij, die snotkoker? We gaan koffie maken, schuit je dorst. Ja. Schuit je dorst. Ja, en er was een kleergangetje kapot gegaan. Maar ik doe dus niet aan plastic, dus dat gaat gewoon in de container. Rijka! Oh, Kandalf is ook alweer binnen. Ja, die moet er niks van hebben. Doe even normaal, hè? Nee, Rijka! Laat liggen! Ba! Ik ga dat even opruimen, lieve vrienden. Ik zie jullie straks alweer. Dat mag ze niet hebben. Denk dan, Rijka. Pas op. Ik kom zo wel weer terug. Denk dan. Ja, en waar Rijka van af moest blijven, dat was een stukje een bot van een kippenpoot of wat dan ook. En dat mag ze niet hebben, want het splintert, versplintert. En dan kunnen ze een maagbloeding van krijgen. Ja, dan is dat hondje. En dat wil ik niet. En dat heeft een kraai zo, denk ik, laten vallen. Maar dat lag zomaar in mijn tuin, dus ja. Niet voor mij. Nee. Maar ja, komt allemaal wel weer goed. We hebben gewoon vol goede moed. Ja. We gaan er gewoon even een bakje koffie doen en zo meteen een leuke rapie eten. En ja, even genieten. Genieten van de rust. Genieten van leuke dingen. Mijn spel even doen. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. En hele, ja, zoveel, ja, nou ja, we lopen tegen de avond. Dus alvast smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond geweest. Tot later!
Nou, ik had al wel gezegd van tot later, maar ik vergat nog wat. Ja. Hé, tante Levie? Ze hebben net allebei, een koekje hadden ze al gehad, ze hebben een salmuitje gehad. Maar wat ik ben vergeten te zeggen, dat ik mijn sieraden alsnog had gevonden. Ja, mijn eikolier. En die korte die erbij hoort. En mijn oorbellen. En dan die andere oorbellen ook uiteraard gevonden. Maar ik weet nou waar ik ze heb opgeruimd. Ja. En ik had er wel eerder in gekeken, maar ik had een zwart zakje verwacht. Nee, het zat in een ander klein tasje. Wel eerst ook in een zwart zakje en daarna in een heel klein tasje. En gewoon wel bij mijn bureau. Ja, enkel in een geheim kluisje. Ja, moet je maar aan denken, hè. Ja. Maar in ieder geval, die zit al lekker. Want die denkt, ik krijg ook wat. Maar nee, dat is voor vrouwtje. Ja, jullie kunnen eten wanneer jullie eten willen. Jullie krijgen lekkers op zijn tijd. Jullie hebben net een koekje op, jullie hebben net een salampie op. Oftewel salmhout. Maar ik heb zacht voor mijn neus staan met een bakje koffie. Dus mag ik ook wat? Over meer dan? Ja. Kan dat ie? Hi man. Ja. Oh, ben je ook lief. Een mooi poesjekindje ben je. Maar in ieder geval, dat dus, lieve vrienden. Ik ga lekker genieten. Dus geniet maar lekker ook van jullie dingen. En tot later. Wat deze rijken net allemaal. Gek doen, hè? Ja. En dat buiten, om deze tijd. Hé? Ja. Gek doen, hè, deze. Ja, jij, hè? Jij was gek aan doen, hè? Harde wind in de koppie. Ja. Maar het waait niet hard, maar het is wel een rutje koud. Ja. Hé? Ja, het is een rutje koud buiten. Ik had mijn winterjas aan. Ja, kon niet anders. Het is echt koud. En ik heb net de aardbeienplantjes nog even water gegeven. Want een paar ringen er slap. Dus ik denk, oepsie, ja, die moeten wel wat water hebben. Ja. Nou, en ik maak er... Met mijn spel ga ik eventjes, want die had ik al aan. En ik moet nog het een en ander doen. En als dat klaar is, dan ga ik naar mijn bedje. En in die tussentijd neem ik nog een drankje. Ja, dat moet allemaal kunnen. En morgen, nou ja, dan krijgen we bezoek. En wie, dat gaat jullie nog niet aan. Nee, dat zien jullie morgen wel weer. Ja, krijgen we bezoek. Ja, iemand met, die neemt ook nog iemand, neemt nog iets anders mee, ja, dat, maar dat zien jullie dan wel weer. Ja, helemaal leuk en gezellig. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik neem nu voor jullie voor vandaag afscheid van deze dag. Morgen, oftewel vandaag, is maandag, tweede Pinksterdag. Ja, maar dat zien we wel weer wanneer we uit bed komen. Ja, toch? Ja. Dus ik wens jullie allemaal een welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard, weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.